Welkom bij een nieuwe gameview en vandaag reviewen wij Eindhoven van Leemond 70. De komende staat hier te volgen. En ik dacht, vandaag gaan we kijken. Nou, eens even kijken. Mijn eerste indruk, een wandelende kerstboom. Ja, klopt. Ik ben sinds vorige week een kerstboom. Dat ziet er toch prachtig uit. Oké, maar we gaan even een auto spannen. Die moet natuurlijk ook even een aanslag op airport. Dat is wel heel erg. Zeg. Waarom kan ik deze auto niet spawnen? Dat vind ik niet kunnen. Dan ben ik heel erg boos. De KDM ook gewoon. Moet je in de groep zitten? Nou, ik moet apart de groep joinen als je een auto wilt spawnen. Zoals standaard. Dat gaan wij dus echt niet doen. Dus wij gaan gewoon maar even een auto lenen van deze moderator. Dat vind ik wel best. Hij mag gewoon heen van mij. We moeten een paar aan... Wat doet de po... Jongen, dit is toch echt niet... Oh, rap. Nou, we beginnen hier met de gemeente Eindhoven. We kijken een gebouw. Dit is echt wel nice. Op zich. Alleen, die laten zich niet bij passen, maar oké, dat terzijde. Ja, de binnenkant. Het is een beetje kale plekken tussen een manier. Ja, die is ook heel erg leeg. Ja, dat weet je. Leeg. Ik had van binnenkant dat ik iets meer wil achter dan denk ik. Ik hoef geen bodyguard. We gaan verder, het is een beetje chaos met allemaal fans. Waar gaat hij een keer mee nemen in mijn auto? Mag ik foto? Ja, letterlijk. Gewoon een foto nemen in mijn auto. Easy. Ja, oké. Maar hier gewoon, ik kan er elke keer verder. Maar ik zag het tegen al een wegafsluiting. Wat zeg mooi, ook al een wegafsluiting. Hier zie ik denk ik iets van bedrijfpandjes. Het ziet er op zich nice uit, hè. Maar ja, weet je wat je mee moet, want het is wel leeg aardig. Zie ik dan, hoe heet die dingen met veldjes, hoe ik ze ook noemd. Deze game is aardig populair, want er zijn in heel veel spelers die het spelen, dus. Ik dacht even kijken. Maar ik denk dat het op zich wel een mooie map is dan ook, ja. Ja. Waar was dat kiddeke, ja. Oké. Wat is dit überhaupt? Wat is dit überhaupt? Wat is dit überhaupt? Let me see. Oh, ik kan die pakken natuurlijk. Ik denk, als ik even kijk. Misschien kan ik dat in een woudje zien. Nee, ik kan ook iets in de lok kijken. Maar ik denk dat ik dit de kamer is. Anders zou ik het ook niet weten. Is iets van een fabriekje of zo? Nice. Wat moet ik voorstellen? Ik denk winkeltjes of zo. Die wel best leuk uit, ja. Gewoon leuk. Niet al het mooiste gebouw, maar ik kan wensen mee door. Ik kan misschien al een beetje schorklinken, want ik ben een klein beetje verkouden. Dus ja. Ik kan misschien een beetje schorklinken. Hier heb je ambulance. Raar logo dat het wit is, maar ja. Even kijken. Dit is denk ik een garage. Zeg nice. Dit binnen. Oh. De graphics zijn hier al wel nice. De graphics. Maar, zoals altijd, leeg ook gewoon, leeg. Oké, okay, wou ik zeggen, oké. Nou, Brammy, kom je ook weer, Brammy? Bram Krikken. Waarom zeg ik het ook, oké. Okay. Nou, Riesa wat huizen. Ook wel niets. Dat is een brugje, ook wel nice. Hier zie ik een garage van Eindhoven. Er zal wel een decoratiebouw zijn, denk ik, zie hem werkt of zo, wat is het? Het gebouw lijkt wel heel erg wel lijken op die oude van Noord-Brabant, dan zou ik ze. Ja. Nou, hier zie ik de politie. Ja. Niet het allermooiste gebouw, vind ik. Ja, ik vind de. Ja, het is meer de. De materiaal vind ik er niet echt bij passen. Het is ook een beetje leeg. Wel een beetje. Oh, ik kan er ook niet in. Dat is pech. Big mag. Ik kan het allemaal binnen zien. Ik zie een spreekkamertje. Wat ben je leeg is. Ik denk een cel of zo. Ja, daarboven zie ik lokkers. En wat broodjes. Oké. Okay. Ik denk ook wat prachtige mooie huisjes. Alleen ik vind die ramen een beetje doodstaan. Nou, ja. Leuk, wel leuk spoorlijntje. Dat wel in ieder geval. Hier zie ik. Even kijken, wat zou hier zijn?
ook wel leuke huisjes. Kijk, de huisjes zijn gewoon best mooi, vind ik. Ja. En we gaan een beetje doorrijden. Ik zie hier gewoon heel grote veldjes allemaal. Ik zie een kraan. En deze map is gewoon nice. Ja. Het zijn een paar mini-minpuntjes, maar... Oké. En wat... Oh, dat was de game creator. Die kwam in één keer want. Goedemorgen. Oké. Hier zie ik een boerderijtje. Het is een beetje een raar boerderijgebouw. Ik heb al ooit zulke gezien. Net de dozen of zo. Nou ja, niet mooi vind ik. Sorry, maar nee. Ga smukkie gebleken, daar ging een leeuwen weer. Jammer. Nou, ook wel een leuk brugje. Hier zag ik Eindhoven Centraal. Ik denk dat het wel mooi is. Ik ga even kijken. Hier ook al leuke huizen in ieder geval. Ik er even snel meteen moet, want het is wel best wel een grote map. Dus ja. Nou, Eindhoven Airport. Ik zag Eindhoven Centraal. En Eindhoven Airport. Wat is het nou? Oké. We gaan niet parkeren. Ik zie hier gewoon wat kamal. Rijbewijs nodig. Misschien. Misschien. Oké, we gaan eens even kijken bij Eindhoven Airport. Wat staat daarop? Tulip in of zo? Wow, Tulip in. Cool airport, alleen is dit weer een beetje leeg. Wel nice, ja. Nou, gate 03. Oh, nou. Ik kan niet een vliegtuig in. Mama, ik wil een vliegtuig in. Net zoals die Kevin in Home Alone. Ik vind hem af. Nee, grapje. Oké. Gaan we weer terug. Dit is buiten een beetje best leeg. Hallo agent. Met een rood-witte hoed. Nou, dat was wel een heel goede stunt. Reed ik zomaar even in een hekje. Maar ik denk dat dit het ongeveer wel is. Ik ga nog even wat belangrijke dingetjes tussen de map doorkijken. Want ik zag wel onder een eethuis Samir. En het probleem is, Arien heeft die nog niet gezien. Wel een leuk brugje trouwens, ja. Kijk, het is allemaal weer zoeken. Oh, het is Eindhoven Straal. Oh. Dat had ik niet gezien. Sorry. Nou, een leuk gebouwtje alleen. Dat onder... Matig. Ja, ik rij gewoon weer tegen die boom. Ja, ik heb echt gewoon echt een keer een rijwijs nodig. Het is wel raar dat ik er gewoon rijwijs heb in 5R. Dat ik niet kan rijden en iedere keer tegen de boom in knal. Leuk. Oké, ik zag nu gewoon nog paar dingetjes. Wil ik daar nog even naar kijken? Ik denk dat ik het ook wel gezien. Nou, qua de map. Daar heb je denk ik ook wel genoeg gezien. Hier denk ik langs. Oh. Wat leuk is ons gebouwtje hier, man. Ik ga hier eens langs. Misschien heb ik hier wat. Oh, hier zit het eethuis Samir. Hier kijk eens. Zie. 5 euro als je het hier zijn auto stilt. Oh, ik wil wel 5 euro. Ga ik wel eens stelen? Ik wil 5 euro. Ja, yes. Bedankt voor de 5 euro. Bedankt voor de 5 euro. Lekker driften ook gewoon. Ik heb een idee. Hoi! Nou. Ah, oh. Doodgeschoten. Ja, 5 euro als ik een DSI-auto mag stelen. Dan stel ik hem ook, hè. Nou, ik heb het wel genoeg gezien. Ik denk dat ik het wel weet. De uitslag. Ik zie dat de roleplay best wel nice is. De map is ook wel best nice. Een paar minder puntjes, maar oké. Ik geef dus een ding en ook een 8. Dit was de video. Like, was altijd. En dan zeg ik altijd, laat